Oh ja, en soms kun je ze ook makkelijk afleiden. Hè. Dan zeg je, oh, weet u misschien hoe laat het is? Of weet u ook waar het dichtstbijzijnde politiebureau is? Wanneer u op straat loopt en u wordt aangesproken om welke reden dan ook, houd dan te allen tijde uw spullen goed in de gaten, zodat dit niet kan gebeuren. Heeft u gezien hoe snel dit ging? We laten u het nog even in de herhaling zien. Zo, nu weten deze heren dus ook hoe laat het is. En ze hebben bovendien uw pinpasje. We willen natuurlijk allemaal behulpzaam zijn. Ja, ja, was dat maar waar. Deze meneer schijnt meer interesse te hebben in het mobieltje, geloof ik. En u ziet hoe makkelijk het is. Hoe makkelijk deze meneer uw mobieltje weet te stelen. Dus Els, laat ons even zien hoe het wel moet. Niet zo. Maar. Kortom, de tas moet met de sluiting altijd naar u toe, tegen uw lichaam. Help, 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 meneer. En dat is ook zo leuk bij die arbeidjes, hè. Ik kan ze alles verkopen zonder dat ze het nog gezien hebben. Huis aan huisverkopers hebben meestal een vlotte babbel en hun aanbod klinkt vaak heel erg aantrekkelijk. Soms zit er ook een bijzondere aanbieding bij als u meteen koopt. Een wedstrijd of een grote korting, noem maar op. Maar wees echter altijd op uw hoede, want aankopen aan de deur worden vaak overhaast gedaan. En achteraf kan het gekochte tegenvallen. U heeft het misschien helemaal niet eens nodig. De financiële gevolgen zijn te groot. Of er zit een addertje onder het gras. Ik heb wel een zoon die... Uw zoon natuurlijk, die is gek op voetbal, hè? Ja. He? En een beetje leuke pikante films, kan je allemaal maar opnemen. En de perfecte kleuren. Nou, weet je wat het is? Geen 100 euro. Als u nou geen zin heeft in het product, zeg dan gewoon nee. Het is echt niet onbeleefd om nee te zeggen. Ook niet als de verkoper meerdere keren langs is geweest. Iets kopen aan de deur moet een wel overwogen beslissing zijn. De kwaliteit van het product en de vraag... Of u het nodig heeft, moet de doorslag geven. En niet de persoon of de moeite van de verkoper. Meneer, ik koop niks aan de deur en daarmee basta. Dag! Ja, maar ik... En soms ga ik met een van mijn zoons op pad, belt hij aan. Ik ga het eventjes opzij staan. Die buurvrouw doet open en dan kan ik rustig mijn slag slaan. Je begrijpt toch? Verkeuze zogenaamd, ik wacht weer. Een van die bekende trucs is aanbellen met een bosje bloemen of een pakketje die toevallig bestemd zijn voor de buren. Oh, wat een beeldig boeketje. Wat zijn dit eigenlijk voor bloemen? Dit zijn rozen met wat andere bloemetjes. Wat schattig. Leuk samengesteld. Ja, ik zou toch eventjes hier baas bellen. Kijken of ze... Ze is hardhorend, hè, deze dame. Dus ik heb geen idee, ja, als dat stofzuiger is, dan... Nou ja, mevrouw, sociëniste, ik kom later wel terug. Bedankt. Nou, dag meneer. Pakjes aan de deur, spreek samen met de buren af als u een pakje verwacht wanneer en hoe laat. Zodat u geen onverwachte gasten krijgt. Ja, goeiedag. Komt er nou toch iemand aan de deur, dan is het antwoord erg makkelijk. Els, zeg het maar hoor. We hebben afgesproken, meneer. Ik neem niets aan van beide buren niet. Dus helaas, pindakaas. Ja, maar. Ja. Dag. En dan heb je zelfs senioren. Die gaan dan gezellig pinnen. En dan geven ze mij of een van mijn zoons de pincode erbij. Bingo! We'll be right back.
mijn zoon en het doet net of ik niet helemaal lekker ben geworden. En dan vragen we om een glaasje water. Nou, dat, je bent zo binnen. Volgens mij valt hier wat aan. Dat is een rijke pot. Hier, ik geloof hier. Hallo? Ja, joh. De boek. Doe maar thuis. Goedendag mevrouw. Hij is gevallen en heeft dringend hulp nodig. Ik denk dat hij echt een dokter nodig heeft. Dus misschien mogen we even bij u binnen bellen. Komt u maar een glaasje water. Dank u wel. Eerst een glaasje water. Oké, goed. Geef mensen die bij u aanbellen geen kans om binnen te komen als u ze niet vertrouwt. Ja, dag mevrouw. Hij is gevallen. We moeten dringend de dokter bellen. Dus misschien kunnen we bij u even bellen. Weet je wat? Weet je wat? Ik vind het vreselijk. Ik ga even naar boven. Ik bel de ambulance. Momentje, hè? Ik kom zo terug. Kom op, en soms stuur ik mevrouw als zielige dame op pad. En dan zijn er altijd bejaarden die behulpzaam willen zijn. Komt u vooral binnen. Dag mevrouw. Mevrouw, ik ben 7 maanden zwanger. En ik zou zo graag een glaasje water voor u willen hebben. Mag dat? Ach, wat leuk. Nou, weet u wat? Komt u maar binnen. Kom maar. Kom maar binnen, hoor. Geef mensen die bij u aanbellen geen kans om binnen te komen als u ze niet vertrouwt. Mevrouw, ik ben 7 maanden zwanger. En ik zou zo graag een glaasje water voor u willen hebben. Voor al deze situaties geldt, vertrouwt u het niet? Laten de heren of dames niet binnen, doe de deur gelijk dicht en in noodgevallen bel direct de politie. Heb ik je nog niet verteld, dit is het allermooiste. Zo'n flatgebouw met allemaal van die bellen. Zo'n wand vol met bellen. Dat is gewoon zo, moet je opletten. In een minute, tien op grutte. Ja, ik ben het de huismeester. Ik moet een TL-balk vervangen. Ja hoor, kom binnen. Dankjewel. En je hebt ook van die mensen die laten gewoon de deur openstaan. Dat is dus helemaal een makkie. En dan loop ik naar binnen en dan zie ik dan een hele mooie, dure kanarie staan. Neem ik mee. Nou, komen ze nog beneden ook op partiek. En dan zeggen ze, goh meneer, wat heb je een leuke kanarie? Lijkt net op de mijne. Ik zeg, ja, u moest eens weten wat ik voor dat ding niet betaald heb. Voor deze coco. Nou, soms loop ik in de stad. Vol met auto's natuurlijk. Ja, dat is een stad vol met auto's. Nou joh, dit is gewoon een lekker land. De ene auto is nog mooier dan de andere. En het lijken wel vitrines, het lijken wel etalages, joh. Even het armpje erbij. Tjaka. Nou ja, god, het geeft natuurlijk een beetje rommel. Ik ben ook voor het milieu. Ik hou niet van vuiligheid en die stukjes glas. Maar ja, ik heb dan wel weer een laptopje erbij natuurlijk. En dan heb ik nog collega's, die hebben wat met vliegtuigen, zou ik maar zeggen. Die gaan dan naar Schiphol. Nou, dan steekt het van de mensen met koffers en mooie spulletjes. Ja. Nou, er is altijd wel eentje bij die eventjes een kopje koffie gaat drinken. Of die is nerveus, die moet naar de wc, want die moet vliegen. Laat zijn koffertje staan. Dag koffertje. En dan ken ik dus twee collega's van mij uit de kroeg en die gaan dus met de trein door het hele land. Nou, die hebben iets heel moois. Die gaan dus gewoon in een trein zitten met z'n tweeën, hebben gewoon een kortingskaart, geen enkele toestand. Dan gaan ze dus zoeken, een meneer of mevrouw met een mooie laptop, een koffer met allemaal mooie spullen daarin. Die ene collega, die stapt dan uit, zogenaamd, en die vergeet zijn das. Dus die tikt tegen het raampje. Hallo. Ik ben wel vergeten, die meneer met die mooie laptop, die doet dat raampje open. En die zegt, ja wat is er? Hij zegt, ja ik heb mijn das laten liggen, kun je hem even geven? Ja natuurlijk, zegt die man. Terwijl die andere collega dan van mij, die pakt dan die laptop de gauw achteruit en die, hup, zo die trein uit. Nou en als hij erachter komt, is die trein alweer weg en staan zij dus op het perron te lachen. Gaan er. Thank you.
collega die is wel helemaal gespecialiseerd op het open ramenwerk, zou ik maar zeggen. Er zijn mensen, ja, dat is niet te geloven, maar er zijn vooral oudere mensen die laten gewoon het raampje openstaan. Bij een oog denken ze, er komt niemand bij, maar vergeten ze dat er een regenpijp vlakbij is. Dus die klimt naar boven, haalt de hele boel leeg. Nou, binnen.